Ja. U heeft het woord, lid Afianko. Dank u wel, voorzitter. Ik ben blij dat deze wet vandaag behandeld wordt. Trouwens, u hoort de discussie. De wet geweld en seksuele intimidatie arbeid en wet gelijke behandeling arbeid zijn belangrijk en noodzakelijk. Daarover zijn we allemaal eens, meneer de voorzitter. Al minstens 3 decennia wordt vooral vanuit het maatschappelijk middenveld gevraagd voor bescherming van werkers op de werkvloer, over het algemeen de vrouw en gelijke beloning voor gelijkwaardig werk. Het is eindelijk zover dat wij deze wetten nu onder de hamer, uw hamer, liggen. Hoewel de bescherming van de vrouw belangrijk is tegen geweld en seksuele intimidatie, mag het niet zo zijn dat mannen het slachtoffer hiervan worden. Houdt u dat goed vast. Daarom is het noodzakelijk, meneer de voorzitter, dat de bepalingen goed gedefinieerd worden in de wet. Bepalingen moeten helder en duidelijk zijn en niet voor tweeërlei uitleg vatbaar zijn. Waarmee we niet geconfronteerd zijn. Anderen denken zo, anderen denken zo. Het moet duidelijk vastgesteld zijn. Het moet ook niet zo zijn dat misbruik wordt gemaakt van de wet, aangezien het vaak gaat om het woord van de ene partij tegen de andere. De wet moet niet vatbaar zijn voor subjectieve interpretatie over bijvoorbeeld wat bedoeld wordt met dat. En dit is belangrijk, kijken naar een intimidatie kan inhouden. U weet, meneer de voorzitter, we hebben hier toen de voorzitter van de commissie erover sprak. En u gaf zelf aan dat wij mannen nu voortaan met donkere brillen moeten lopen. Nee, het was een grapje hoor, want we moeten allemaal ons houden aan de wet. Ja. De geest van de wet moet helder zijn dat het gaat om ongewenst gedrag, verbaal, non-verbaal, seksuele avances op de werkplek. En er wordt gesproken hier in de wet over werkplek. Dat is heel duidelijk. Aan de andere kant, meneer de voorzitter, komt het vaak voor in de praktijk dat vrouwen seksueel geïntimideerd worden en speciale diensten moeten verrichten bij sommige superieuren om bijvoorbeeld promotie te kunnen maken. Dat soort zaken moeten worden uitgesloten bij wet. Elke werknemer moet zich veilig en beschermd voelen op de werkplek, want ook de productiviteit, meneer de voorzitter, ten goede zal komen. Intimidatie, pesten, discriminatie op de werkplek hebben verregaande gevolgen bij degene die deze zaken ondergaan. Daarom is het belangrijk, meneer de voorzitter, om de begrippen goed vast te leggen, waardoor trefzeker kan worden opgetreden. Het is noodzakelijk dat de wetgeving in overeenstemming is met het ILO-verdrag tegen algemene discriminatie. Suriname heeft in 2017 het verdrag geratificeerd. Hetzelfde geldt voor de conventie over gelijke beloning voor mannelijke en vrouwelijke werknemers voor gelijkwaardig werk. Het kan niet zo zijn, meneer de voorzitter, dat een vrouw afgestudeerd is van de universiteit, een man ook dezelfde studie afgerond en de man bij aanname voor werkzaamheden, hij meer verdient dan de vrouw voor dezelfde studie. Meneer de voorzitter, het is belangrijk dat professioneel omgegaan wordt met dezelfde studie. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer de voorzitter, het is belangrijk dat professioneel omgegaan wordt bij de overheid en de particuliere sector, ongeacht het om een man of een vrouw gaat. Het gebeurt nog te vaak, meneer de voorzitter, dat vrouwen voor hetzelfde werk minder beloning krijgen dan de man. Dat moet tot het verleden gaan behoren. Bij deze neem ik het op voor de vrouwen. Gelukkig zien wij veel vrouwen klimmen de laatste tijden naar de hoogste functie op basis van hun skills. Maar nog steeds leeft het in de samenleving dat een vrouw niet geschikt
zou zijn voor, om bijvoorbeeld president van het land te worden of zelf vice-president. Iedereen heeft gelijke kansen. Als een vrouw president of de ambitie heeft om president of vice-president te worden van ons geliefd land, moet dat wel kunnen. Ook al wordt er een wet aangenomen, maar de denkwijze zal niet worden gemakkelijk veranderen. Dat weten we allemaal. Het is in ons. In ons verstaan is dat ergens nog, we zijn nog niet zo liberaal om te denken dat een vrouw gelijke rechten heeft als de man. Daarom is het belangrijk dat de wetten goed worden vertaald, meneer de voorzitter. En ik pleit dat wanneer deze wet aangenomen wordt, dat het kenbaar en iedereen in de samenleving deze wet, of deze twee wetten, eigenlijk uit het hoofd moeten kennen. Want wat gebeurt er? Door onwetendheid handelt men verkeerd. Ja? Dus ik kijk uit naar het budget van het ministerie aangaande de promotie, de bekendmakingen en de markten van deze twee wetten. Een wet die niet goed wordt uitgelegd in de samenleving, meneer de voorzitter, zal een papiertijger blijken te zijn. En dat hebben we vaak. We hebben in Suriname zoveel wetten, maar de meeste mensen kennen die wetten niet. Ja? En regering, ik roep u op, ja, om deze twee wetten, wanneer ze aangenomen worden, een behoorlijk budget ervoor uit te trekken, zodat de man van de straat in zijn taal, in overal in het land, ik praat over het binnenland, de kuststreken, iedereen moet weten welke wetten zijn aangenomen en waarvoor ze als mens gewaarschuwd zijn. Meneer de voorzitter, er is ook gesproken over decentralisatie en de minister kent mij, de commissieleden kennen mij, dat ik altijd sta voor decentralisatie. Omdat in mijn zienswijze bestaat Suriname niet alleen uit de kuststreken. En ook in het binnenland, het verre achterland, meneer de voorzitter, hebben we ook arbeiders. Daar heb je ook de private, ja, en de publieke sector. En deze wetten moeten ook helemaal daar uitgelegd worden tot in details. Want diezelfde regels die daar gelden, in Paramaribo gelden, zijn ook van toepassing in de verre districten. Wetten horen landelijk goed te werken. Daarom is die centralisatie, regering, heel belangrijk. Er moeten afdelingen komen in het hele land om de bescherming die wij in de wet willen vastleggen daadwerkelijk ook uitgevoerd te krijgen. Er is wat dat betreft veel werk aan de winkel. Niet alleen de overheid die heeft hierin een rol te vervullen, maar ook het bedrijfsleven. En ieder moet bereid zijn om de noodzakelijke bescherming op de werkvloer te garanderen. Zowel man als vrouw moet zich veilig voelen op de werkvloer, meneer de voorzitter. Hoewel diverse actoren gehoord zijn door de commissie van rapporteurs, zal na de aanname van de wetten intensief contact moeten zijn met vooral de particuliere sector om te weten tot uitvoering te kunnen brengen in de praktijk. Daarbij is het van belang dat de arbeidsinspectie, regering, versterkt wordt en klaargestoomd wordt voor de vele werkzaamheden uit te kunnen voeren. De vraag aan de regering is of, de vraag die ik mij stel aan de regering, is of de controleorganen van de overheid in staat zijn om de uitvoering van de wet te kunnen garanderen. Graag uw antwoord, de regering. Het is duidelijk dat er een gedragsverandering teweeggebracht moet worden bij de inwerktreding van de wet. Dit geldt niet alleen voor de overheid, vooral de multinationale, grote bedrijven, maar tot in alle hoeken en gaten van het land. Suriname is van ons. Ook eenmansbedrijven die enkel werknemers in dienst hebben, moeten doordrongen zijn van de reikwijdte van de wetten. Vandaar dat ik hamer, ik heb het ook aangehaald, deze wetten
moeten bekend zijn bij ieder die zich op de werkvloer bevinden. Ja, de wet mag geen dode letter worden omdat de uitvoering niet gegarandeerd kan worden. Seksueel molest komt veel voor in Suriname. Dit blijkt uit de diverse studies. Er wordt vaak geen actie ondernomen, blijkt uit een studie van de ILO, omdat mensen niet weten waar ze terecht zijn. Dus die mensen, het moet bekend zijn bij ieder voor een klacht, voor zoiets. Waar kan ik me aanmelden? Ja, het is wel opgenomen van een klachtencommissie. De werkers moeten goed op de hoogte zijn van welke stappen ze kunnen ondernemen bij seksueel molest, seksueel intimidatie en intimidatie. Vooral als zij niet terecht kunnen zijn bij hun werkgever. En u weet hoe het gaat, de hoogste man, meestal heeft hij, als hij de veroorzaak of de persoon is die intimideert, dan kan je als werknemer, soms zijn die mensen bang om aangifte te doen. Mensen moeten niet bang zijn in dit land om de problemen die zij ondervinden om aan te kaarten. Dus vrouwen en mannen, u moet niet bang zijn. Als u vindt dat u geïntimideerd bent of wordt, moet u dat gewoon aangeven. Ja? Ook mannen die slachtoffers zijn van seksueel geweld op de werkplek durven vaak niet om hieruit te komen. En ik zei het al, soms word je bij aangifte uitgelachen. Dit moet tot het verleden behoren met deze wet. Over algemeen worden ze, ja net wat ik zei, er is veel werk aan de winkel, meneer de voorzitter, om ervoor te zorgen dat de wet in de praktijk zal werken. Het moet werken, anders hebben we onze tijd hier voor niemendaal ja, gebruikt, terwijl we nemen wetten aan en het niet werkbaar in de praktijk. Want per slot van rekenen maken wij daarvoor de wetten dat ze werkbaar moeten zijn. En wij allen moeten deze wetten gaan bewaken. Er zijn wel een paar dingen in de wet aangenomen, in de wet die ik zie. En ik zou graag van de regering willen weten. Bijvoorbeeld in artikel 9, artikel 9, lid 6, lees ik. Ik weet niet of dit hoort bij deze twee wetten, dus de regering zou daarop antwoord moeten geven. Werknemers die slachtoffers zijn van huiselijk geweld, hebben recht op bijzonder betaald verlof, wat even te maken met seksuele intimidatie. Dus de regering graag uw antwoord hierop. Artikel 9, lid 6, daar staat het. Er is ook nog een artikel die vraagteken bij mij oproept. Dat is ja, artikel 5, lid 3, i. Daar staat bijzonder betaald verlof en flexibele werktijden voor slachtoffers voor huiselijk geweld en hinderlijke achtervolging. Dus mijn vraag is, we zijn hier bezig met seksuele intimidatie, heeft dit te maken met deze wet of is het een misverstand dat dit hier opgenomen is? Graag uw antwoord, minister. Ik leg nogmaals, als wij deze twee wetten tot succes willen maken, meneer de voorzitter, de campagnevoering, de bekendmakingen, moet niet alleen, want soms zelf, ik begrijp bepaalde dingen niet uit, die woorden die gebruikt worden, maar het moet zo simpel mogelijk. Enkel, je moet die mensen gaan brainwashen met wat wij bedoelen met aanname van deze twee wetten. Dank u wel, meneer de voorzitter. Goed.